Hoi, jullie vroegen allemaal om een make-up stash update, dus dat gaan we vandaag doen. Mijn make-up stash zit nog steeds in dit kastje. En laten we beginnen met bovenop. Hier staan nog steeds mijn parfums en daar is eigenlijk niet zo heel veel van veranderd, dus ga ik niet heel uitgebreid behandelen. Hier staan gewoon mijn parfums. Hier staat een bakje met random dingen, zoals extra kwasten, even kijken, en mijn sieraden en dat soort spulletjes. Dat heb ik allemaal gewoon in één bak gedaan. Dat vind ik veel overzichtelijker dan allemaal verschillende bakjes, zeg maar. Mijn föhn ligt er bovenop. Ik heb hier, even kijken, heb ik wat random dingen, maar hier zit bijvoorbeeld ook mijn stijltong in en zo, maar dat terzijde. Dan, het eerste laadje. Ik moet zeggen, ik heb opgeruimd. Heb ik niet gefilmd, omdat ik toen even een break had. Maar ik heb opgeruimd in ieder geval. En ik heb heel veel dingen weggedaan die ik niet meer gebruikte. Dus ja, laten we beginnen met het eerste laadje. Okidoki, in lade 1 zit het volgende. Dit is helaas mijn MAC Soft & Gentle gevallen, dus dat heb ik in een bakje zitten. Ik heb hier 3 bakjes. 1 bakje met foundations en concealers. Ik denk dat is het meest overzichtelijk. Ik heb dus echt heel veel weggedaan. Dus ja, en ik weet je, ik kon het ook niet weggeven, want ik vind dat gewoon niet hygiënisch, sorry. En mijn zusje heeft al zoveel, dus nee. Hier zitten allemaal blush en bronzer in en dat soort dingen. En hier zitten verschillende merken in. Veel wat we uit de box hebben gekregen, de Fitbox. En, of de Stelton box heet dat, sorry. Essence, Catrice zit er doorheen. Dit is Essence, Essence, Beauty UK, Elf, verschillende dingen, Sleek, noem maar op. Dit is de kant van de Fitbox, of van de Steltonbox, sorry, die ik binnenkrijg. En hier stop ik dan gewoon even de dingetjes in, zodat ik ze dan uit kan testen. Dus dit is lade 1. Dan gaan we over tot lade 2. En in lade 2 zit het volgende. Hier zitten lipsticks en lipglossjes in en balsam en dat soort dingen. En dit is echt heel veel minder dan ik had, maar ik ben niet echt heel erg veel het type van dat ik lipsticks draag. Dus als ik wel eens wat draag, ik heb gewoon de kleurtjes eruit gepakt die ik graag wou houden. Hier zitten, oh jeetje, die valt gewoon even naar beneden. Maar wimperkruller, puntenslijper, kijk hier, wat zit hier nog meer in? Oogpotlood, wenkbrauwproducten, dat soort dingen. Dan, hier zitten oogschaduwpaletten in, wat grotere, W7, Moa, even kijken, dit is van de Primark, dan zit er Essence in, Catrice, allemaal dat soort verschillende dingen, allemaal wat grotere oogschaduwdingen. Sowieso is dit alle oogschaduw die ik heb nog. Dit is een oogschaduwbasis. En qua kleine dingen heb ik echt letterlijk alleen dit soort dingen bewaard. 3 maar. En de rest heb ik gewoon weggedaan. Want dat weet je, ik gebruik dat gewoon niet. En dat weet ik. Want ik heb het al een jaar niet aangeraakt. Dan. Lade 3 zijn mijn nagellakjes. Ook hier zijn heel veel van weg. Er zijn heel veel nudes achtergelaten. Heb ik achtergelaten, zoals je hier kan zien. Sorry. Nou, in dit bakje zit sowieso alleen maar nudes, topcoats en wat van die repair dingen, weet je wel, van die verzorgende dingen. Hier hebben we dan mijn nageldroogspray. Ik heb het kitje voor de met de UV-lamp en zo wel gehouden van Essence. Ik gebruik hem niet heel veel, maar ik heb hem wel gehouden voor het geval dat. Hier zitten wat praktische dingen in, zoals een dotting tool en een kwastje en dat soort dingen. Bokkenpootjes zitten erin en wat leuke kleurtjes, zoals daar ook. Die ik wel leuk vond om te houden voor het geval dat. Maar meer nude, zoals je kan zien. Daar hou ik nu op dit moment het meeste van. Of heel donker. En dan ga ik gelijk voor zwart. Maar dan heb je een beetje een idee. Oh ja, die wil natuurlijk niet dicht. Die is natuurlijk wel plat. Dan gaan we over tot deze la. En in deze la is ook heel veel weggekomen. Ik heb hier sowieso een hele rij aan body butters. Van de Body Shop, Dove, Body Shop en Dove. Dit is van Termé.
En ja, ik heb gecheckt dat het allemaal nog goed is. Dus, want sommige dingen heb ik al een tijdje, maar die zijn echt nog goed. Die heb ik allemaal gecheckt. Hier zit een zakje van de Body Shop in met allemaal maskertjes die ik heb. En dan hebben we hier nog cremmetjes. Mentholcreme, voetencreme, nieuwe deo's. Noem dat soort dingen maar op. Gezichtsverzorging en gewoon lichaamsverzorging zit hierin. En dan het laatste laadje. Mijn tas. Voor als ik op vakantie ga of naar mijn moeder toe ga, dat soort dingen. Een klein tasje met, dit is een beetje het, niet het rommeltje, maar er zit merendeels dingen in voor mijn haar. Dus hier zitten allemaal haarklemmetjes en dat soort dingen in. Verschillende sprays, volumespray, noem maar op. Dit zijn cosmetics brush cleaner en haarlak en noem dat soort dingen maar op. Dat zit hierin. En dan heb ik alleen nog het laatste bakje. Deze staat in mijn badkamer. Dit hoort er zo bovenop. Maar hier zit mijn everyday make-up in. En dat zijn de gewone dingen die jullie vaak wel in video's voorbij zien komen. Dit, een dagcremetje. Er zitten 2 oogschaduwdoosjes in. Dat soort dingen. Dat is mijn make-up stash. Ik hoop dat je het leuk vond. En het is niet heel veel boeiend, maar... Jullie wouden het graag zien, dus hierbij. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Doeg!